Kom op, kan ik het Kom op, wie gaat hem erin steken? Hey, hey, Hey gasten, we gaan zo echt ik geluk. Water, ja. Water hier, dan ik u horen eraan. Ik sleep ze stom en snel. Alright, zalig. Wat? Nice gest, Vincent. Echt warm, man. Check dat. Check dat, yes. Oh, wie is dat? Ik weet niet, maar ziet dat afjes. Dat is niet normaal, man. Jij kent die of wat? Maar belang je niet. Ah, en die had een friend request gestuurd, of wat? Ja. Hier, wacht. Check die foto's, wacht. Wat een tette, jongen. Amai, daar ga ik hem echt wel liefst tussen steken. Love bags. Droog, jongen. Droog in de kakje, yes, jongen. Bam! Ik heb nog een foldertje gekregen van die politie. Met hulp, adressen, wat dat we... Hulp? Ja, wat dat we iets kunnen gaan vragen of informatie of steunpunten zo. Denkt u aan mij? Denkt u aan mij? Onze Tommy. Als ik het goed door heb, heeft een van die pipo's de man van een van die andere debielen genoemd tijdens een verkrachting. Ja, Boots, Dumboots. En je hebt die gevonden via Facebook. Die heeft op een foto gezien en dat is hem duidelijk. En je hebt een mail gestuurd naar hem onder een valse naam. Ja, er zijn nog wat foto's bij van die netlog-slidjes. Precies, alleen maar vriendinnen. Als ze vaak geen pieten, alleen maar krieten. Ja, ze biedt die wel die slidjes. Nee, ja, alleen maar die. Netlog? Yeah. Time's up, sir, for you and your friends. We had a deal. You can't put your head in the ground anymore. There's only concrete here. Good night. Dus je hebt een afspraak mee geregeld? Op zo'n voersfeestje van hem en je geeft een tijdstip, een locatie en je geeft hem niet meer. Die gaan goed afzien, dan moet je zeker van zijn. Ze hebben echt de verkeerde familie gekozen. Met die politie. Bij bewijsmateriaal, hè? De dokter is er bewijsmateriaal toch zelf? Dat is zeg maar niet dat deur, dat is precies CIA, maar mama is eigenlijk. Ja, maar de politie, dat moesten weten. Die zijn gebonden aan proceduretjes en het enige wat ze kunnen doen is boetes scharen. Ah, eindelijk heb ik u te pakken. Ik krijg nog sneller de puit aan de lijn. En heb je het al? Nee, nog niet. Allee, hoe kan dat nu? Ja, ik heb meer tijd. Doe er iets aan. Nou, maar kon ik wel meedoen, hè? Ja, ik kon ik filmen. Filmen? Ja, ik wil rechtvaardigheid op film zetten. Ik wil... iets anders maken dan al die stomme reality tv op al die kutzenders. Ik wil iets echt maken, iets echt en iets van mezelf. Want iedereen denkt dat ik een loser ben en dat ik niet altijd mogelijk tijd heb. Ja, maar nee, ik kon meedoen. Ja, maar kijk, je moet wel begraven dat het alleen is. Dat is gekomen. Ik kon meedoen en ik kon alleen maar filmen. Maar is dat op elke kat? Dat is licht voor beter beeld. Oké, showtime vanaf nu. Ik wil dat niet zien, ik wil dat niet horen. Is dat duidelijk? Dat geldt ook voor jullie twee, oké? Ça va, Tommy? Stomme fuckers. Hey, wat wil je daarmee doen? Stomme fuckers hebben een party. Die stomme fuckers gaan een party krijgen. Stap uit en volg me. Waar zitten ze nou man die grieten vanavond? Die komen, yes, die komen. Ze zijn limonadewijn. Hey, als die van de eerste keer al zo laat uitkomen, dan weten wat je moet doen, hè, man. Donkey punch. Donkey punch, wat is dat? Ik kende dat niet op pannen. Ah wel, zie, je zit de griet aan het pakken langs achter. En juist dat je gaat klaar komen, dan trekt het terug en dan rochel op haar rug. Dus die draait er eigen om en dan slaagt op haar gezicht. En dan slaat op haar bakjes. Ah, nice. Donkey punch. I-oh. Ja, en was ja, zo'n oude gast met zo'n pak op de grond. Echt, en die zijn naar boven? Ja, ja, serieus. Hey, wat doet de golden hier? Wie zijn de golden? Hé, hey, man, kom aan, dat is hier een privé. Ja, man, Boots! Ja, waarom? Ah, petardes! Ik heb dat toch gezegd, Juri? Ik heb toch gezegd dat het niet lang ging duren dat hij zou komen. Heb ik dat niet verteld dan, hè? Oh, god. Oh, wat is dit, gast? Kun je haar reservoir door? Ik heb een muziekskapal meegebracht voor haar dat meer van toepassing is, bah. Ik kan het even opzetten. Je kunt je niet inbeelden hoeveel bas eruit komt uit deze brol. Echt super zalig gemaakt. Heel een boer. Okay, broek het. Haar broekje uit. This isn't a very unusual scene. You've probably been to parties like this yourself. Lots of them. Dumboots die wil kikken. Dumboots, dat is een hete. Een hete lul. En dan moet ze wel weg. Een onschuldig klaar masker. Verkeerde. Dat is de fun, hè. Oh. En wel dat klaar masker. Dat is mooi zit. Dat is Dorien. Een onschuldig kindje. Een lelijke pokken op mond. Oh nee, helemaal niet. Sorry, nee, dat mag je door die hand zeggen. De naam van die handen. Die waren ze. Joris. Vincent. Laurel. En J.J. J.J.? Jean-Jacques. Dat is helemaal een kaknaam. Jean-Jacques. Wie noemt de naam van een zoon? Jean-Jacques. Kijk toch. Precies, ik zal mijn kleine Charlie Chaplin namen. Moet ik het adres nemen? Waar zit dat hier? Dat weet ik niet, ik weet niet meer wat. Ik weet dat ze wel, maar niet de nummer of zo. Ik heb niet de nummer. Een helemaal rijk. Een helemaal rijk? De vader van mijn zoon, een helemaal rijk, die heeft een begrafenisonderneming in Capelle. Juri, de gsm. Fuck. Goed. Hey Bootsy boy, kom eens een keer naar beneden, man. Chickies zijn wat wachten, ze zijn al zat en nat. Rustig goed en motje. Als ik niet, zeg geen held, dan ga niet een held te hangen, oké? Okay? Of haar keel vliegt erover. Kom man. Zet daar, Bootsy boy. Oké, is dat duidelijk? Kom een keer, man. Hey. Ik kom direct, ik kom direct. Ja, man, haast me een beetje, man. Ik kom direct, ga gast. Goetsie boy. Ik kom al, wacht. Oh, man. Als u weet, ik ken dat u het uur anders, kom er ineens. When you become stirred up, when your emotions control your actions, it affects not only yourself, but the people around you. Nee, ik vertel je, maar daar kun je niks aan. Spijt me, echt waar. Ik kom er al mee bij. Juri, kom dichterbij. Wat zeg je daar? Wat wil je zeggen tegen Dorien? Hij zegt het eens. Tegen Dorien, de camera. Het spijt me, Dorien. Spijt het echt? Ja. Zegt het spijt me. Het spijt me echt, ik kan er niks aan doen. Maar niet normaal kijken naar de camera, naar Dorien. Sorry, ik was laf. Hij was laf, heb je het gezien? Ik verdien het om gestraft te worden. Hij verdient om gestraft te worden, dus hij wordt gestraft. Hé, zit daar over zijn mond. De jager na zijn vangst. Als het hem blijft, Juri. Ja, maar dat zijn echt emotioneel sterke beelden, Tommy. Deze is zuiver klassen en echt wat. Kan goed zijn. Heb je die gsm van die pipa? Yep. Check eens de naam van hem, no? Want dat is raar. Wacht, ja, wacht even een secondje. Ik krijg hem hier niet gemakkelijk uit. Houd jij even die camera vast en zet jij dat lampje even bij elkaar op. Wat, dat voorsting of wat? Ik kan toch niet, ja, we moeten naar de cinema. Wat is dat voor iets? Dat is een vossenstaart. Ja, die heb ik gekregen van een Ali. Ali? Ja, dat is een vriend van ons Dorien. Ah ja, dat is waar. Diegene die zijn vader flik is. Ja, inderdaad. Ik kwam er eigenlijk buiten houden, maar allee, ja, hij wou een steentje bijdragen en deze is een echte geluksbringer, dus zijn vader heeft er ook een. Zo'n vossenstaart? Mhm. Ik heb ook een geluksbringer. Kijk maar, Jelena. Ja, Jelena. Hoe gaat het er eigenlijk mee? Het is wel een taart. Zwart, die gsm check die is. En de namen ook. Ik weet niet wat er is, maar er klopt dit niet. Hij reageerde niet zoals het moest. Hij reageerde... Maar allee, je wordt die keer al half dood ontslagen. Hoe zou jij daar reageren? Normaal? Nee, dat is hem juist. Als je iemand half busloos slaat, dan gaat het toch niet beginnen denken aan gsm zeker. Maar allee, die kerel dat is een voze met materialist. Allee, ik zou zo niet reageren, maar die kerel die begon ook direct over dat geld toen dat die zo'n meppen ontgeven wordt. Nee, dat was anders. Intuïtief zegt iets, maar dat er niets niet klopt. Check die volledig, die gsm. Ja, ik ben bezig. ook. En hebben jullie goed fun gehad? Fun. Die gast is zielig. Geef mij mijn gier. Uiteraard, als jullie gedaan hebben wat ik heb gevraagd. Wat ik heb gevraagd, we hebben zelfs meer gedaan. Meer gedaan? Hij leeft toch nog? Ja, hij leeft nog. Hé, moet je bij die stripdoel afstaan, wat van? Geen een kijk op van zijn, dan zeg. Buiten het doen. Of wil je die misschien nog gebruiken ook nog? Die het doen, allee, buiten. Sta mee, maar ik kan toch niet zeker. Sta weg. Stap gewoon met die shit in de auto. Jongens, dikje staan. Wat is er, Juri? Wat heb jij gevonden? Ja, je hebt gelijk, maar ik weet echt niet of je dit wilt zien. Geef hier. Hoe werkt dat spul? Tommy, echt... Oh, ik moet die middelste knop duwen. Godverdomme. Dat kan niet waar zijn. Zeg dat het niet waar is. Dat is gewoon, Ja, ik weet het. Dat is gewoon gruwelijk. Dat is er gewoon over. Ze zijn uit mijn geld, mijn spul. Ik wil ook mijn spul, mijn geld. Nog iets. Heeft een Boots goed gezien? Hier zou die begrafenis dus even aan bezig moeten zijn. Weet je waarom ik de laken zo respecteer? Nee. Omdat die nooit klagen. Zulke warant. We vinden die mannen van hemel raak wel. Hij is onze goede vriend Vincent. Ja, de Vincent van Hemelraak? Nee. Nee? Nee. Misschien zit hij al de Vincent de Emmeler raken? Nee, gast, ik heb al nee gezegd, oké? Okay? Dat is toch ruim voldoende, of enfin, nee. Wie zit jij dan? Wat maakt dat uit? Ik stel toch een heel simpele vraag. Ik vraag gewoon weg. Wat is dat allemaal? Ja, trouwens, wat is de fucking bedoeling hiervan, joh? Met de camera en alles, gast? Maakt toch niet uit, gast, wie dat ik ben? Ik heb gewoon een simpele vraag gesteld. Ik heb gewoon gevraagd. Wat is dat allemaal? Ik ben David. David? Zoals de boskabouter misschien? Ja, misschien wel, ja. Trouwens, ik ben David en ik ben weg. Ah! Ik hoop dat ik dat sigaret niet heb gebruiken. Hè? Ha? Ik kan sigaret niet gebruiken? Sorry. Filmen, Juri, filmen. Goed filmen. Goed erin. Ik ga me, dat is niet gewoest. Klinkt dat niet bekend? Komt dat niet van toen dat de Duitsers een paar miljoenen hebben gemold? Dat dat uitkwam? Zagen dat niet hetzelfde? Huh? Het was een J.J. Het was een fucking J.J. Jean-Jacques? Jean-Jacques? Ja! Wacht. Dat is toch ongelooflijk hoe mensen zijn. Dat is echt een raar fenomeen. Echt een raar fenomeen, man. Ik heb zo erg geslapen, oké? Dat is echt een raar... Ik heb te veel gedronken en je weet toch hoe dat fucking... Ah, dat is toch echt raar, mensen. De verantwoordelijkheid op iemand anders verschoven en zo. En zeggen van, ik heb het niet gedaan, hij heeft het niet gedaan, wij wouden dat niet zo, wij deden dat niet zo. Hey. Dat is zoals de uitvoering van de Joden door de nazi's. Huh? Dat was hetzelfde, hè? Zit jij soms een Duitse? Wat zijn dat ballen al af? Huh? Wat is dat eigen mening? Wat is de keuze, beslissing van jezelf? Huh? Volgen is gemakkelijker. Hiervan net zo. Blijf liggen. Ik heb een cadeautje voor haar. Hé, Juri, houd hem goed in het oog. Sorry. Is een fucking raak. Dat fucking raak als het nou was. Met de verassing. Hé, als professional in de branche. De begrafenisbranche, niet de verkrachtingbranche. Wat zou je kiezen? Zou je kiezen voor een traditionele begrafenis? Of zou je kiezen voor een crematie? Sorry. Ik weet van een crematie, Juri. Hé, is dat niet jouw gsm die afgaat? Hé, dat zijn van haar pakbuddies. Hé, neem het op. Misschien heb je iets te vertellen. Hallo. Ja, hebben we hem. Jij mist een oproep. Laurent Perret. Hij mist dat precies. Oh, hij belt terug. Hij wil echt terug met haar klappen, precies. Hier, klap nog een beetje met hem. Hallo! Laat me vermoorden, gast. Die kriet van me te lachen. Dorien is daar genomen. Dorien en een fucking broer, gast, die wil een vraag, hoor. Ze willen mij in de fik steken, gast. De voet, hoor. De voet, gast. Laurent Perret, dat is de volgende. You got your next ticket. Elke actie een reactie. Karma. Hé, dat heeft iets waar. Dat kan misschien ons nog eens dienen. Dat kon ik aan tonen, hoor. Kon hij in brand steken van zon? Gast, toch normaal, gast! Dat is fucking normaal, hoor! Broeken! Kom aan! Ik heb gezegd broeken! Nee, gast, ik heb dat niet gedaan! Dat is echt wel een heel Vlaams schip. Ik dacht dat echt. Ik zei broeket! Sneller! Toen je Dorien heb je gepakt, denk dat je het plezant vond? Huh? Denk dat je geen baan heeft geleden? Die hoek afgezien? Huh? Denk dat je het plezant vond? Nee, die vond dat niet plezant. Knip haar voorhoud eraf. En je hebt geluk dat ik niet eens vraag om de rest af te knippen. Shit, Dorien. Waar is ze? Er komen mensen al. Hé, Vincent, laat daar niet denken aan wat er gebeurd is met Dorien. Dan kon jullie ook niet je job afwerken, hè? Omdat er volk kwam. Maar ik kan maar één ding zeggen, man. Ik maak altijd mijn werk af. Goed, bent u toch alsjeblieft je PlayStation, man. Rustig nog. We zitten in de dikke shit. Echt waar, jongen. Voordat ik kost vragen onder Vincent, voordat hij ergens was, werd die telefoon overgepakt door die kerel. En die zei mij dat ik de volgende ben. En iets over karma of zo. Karma? Ja, karma. Je kent dat wel van bij de boeddhisten. Elke actie heeft een reactie. Gast, die heeft die gewoon in de fik gestoken, gast. In de fik. En niks in de volgende, weet het? Oh. Hey, Perjekje, kom maar. Relax nou eens, want... Relax, gast, hoe kan ik nou relaxen als er een fucking psycho achter mij zit die mensen in de fik stikt? Zijn dat toch eens kalm? Ik met paniek schiet er niks op, hè? Moet mij nog zenuwachtig. Met paniek schiet ik niets op. Sorry, hè, maar jij wordt er ook bij. Jij hebt ons allemaal opgestoken. Hey. Iedereen heeft meegedaan, hè? Niemand is er tegenin gegaan. Jij hebt evenveel goesting als mij en de rest. Nu niet komen zagen over dat mijn schuld is, hè? Of zijn ons treintje misschien al vergeten, hè? Onze tjoeke. Ik had niet de indruk dat je die plezant vond, hè, mag je? Nee, gast, maar jongen, dat doet er niet toe. Dat dacht ik ook. En hoe weet jij nou zo zeker dat hij niet in de fik is gestoken? Hè? Wie weet het hem die gewoon wat schrik aangejaagd? Ik heb de Vincent zijn vader onder de lijn gehad. Gast, hij ligt in het brandwondencentrum. Hij is 80% verbrand. 80%, hè, jongen? Oh. Fuck. Ja, fuck. Inderdaad, fuck, dat kun je zeggen. En wat nu? De Vincent. Denk jij dat hij er iets over tegen de flikken heeft gezegd? Hoe kan ik dat nou weten? Ja, jij hebt toch met die zijn vader gebeld, hè? Ja, maar heel even, hè. Die mens was volledig van zijn melk. Trouwens, die deed heel raar. Raar, hoe dat? It's a new thing, it's a fun thing, it's a swing wing. It's a what? Ah, gewoon, gast, ik weet niet, raar, oké? Ja, wat wilde nou? Hoe dat die reageert? Een zoon is juist in de fik gestoken. Ja, tuurlijk, maar... Ja, je gelijk. Wat gaan we nou doen? Ik weet het niet, ik moet alles op een rijtje zetten. Jongen, je zit achter ons, hè? En niks in de volgende. Laurent, ik moet gewoon even alles op een rijtje zetten. Ik heb gewoon even tijd nodig om erover na te denken. Ja. Blijf gewoon binnen en... Oh shit, mijn vader. Blijf gewoon binnen, oké? Dan kan je niks overkomen. Tommy, zit jij nog altijd naar die beelden ontzien? Tommy, zet die af. Tommy, zet die af. Wat? Zet die verschrikkelijke beelden af, die maken nou niet gelukkiger. Die beelden zitten alleen maar op. Ik snap zelfs niet dat je dat kunt blijven zien. Zit jij in de auto? Die Land Rover. Ja. Kijk eens naar die achterlichten. Hey! Dat remlicht ging even aan en uit. Inderdaad. En hoeveel mensen zijn er hier? Hoeveel mensen was daar aanwezig op die verkrachting? Die Laurent, die J.J., Vincent. En een Boots die zat op te nemen. 4. Ja. Wie drukt er dan op die red? Ja. Ben ik hier, hè? Eindelijk. En net het? Je bent de laatste. Van de rest heb ik alles al ontvangen. Ja, ik heb het, oké? Maak het allemaal niet druk over. Je zou beter wat druk beginnen maken, hè, over iets anders. We zitten serieus in de shit, hè, man. En met shit bedoel ik shit, hè. Maar over wat is het? Ik kan echt niet volgen. Heb jij dat nog niet gehoord? Gehoord? Wat moet ik dan gehoord hebben? Binnen een uur op onze usual. En hoe gaat dat wel te weten komen, Tommy? Gewoon vragen, gast, gewoon vragen. Vragen aan wie? Aan onze vaste staartman. Ali. De vader van Ali is toch een fliek? Ja, en jij gaat dat aan hem vragen, hoe kan die nou in godsnaam weten wie er op die rem heeft gedaan? Met de nummerplaat, juist. Gewoon met de nummerplaat. De nummerplaat laten natrekken door zijn vader. Hm. Ja, IMJ 882 of IMJ 889. Je moet dat gewoon natchecken op de computer. Hè. Ja, ik weet niet of hij zijn vader dat zomaar kan. Ja, zo'n computer staat hier in elke auto, al die flikkers die je ziet er rond te doen en Turkjes te doen. Dus ze zijn altijd op die computer te kikken en te klikken om te kijken wie verkeerd geparkeerd had, wie zijn verzekering nog niet heeft betaald, om die te kunnen beboeten. Yes, dus die kan even wel nachecken, een nummerplaat minder of meer. Oh, dat wist ik weer al helemaal niet. Nou, hoe denkt jij anders dat ze in een gele klem zitten? Wanneer ze zo'n gele klem zitten op zo'n auto, hoe denkt jij dat ze anders weten welke auto fout heeft is of welke auto niet? Denk jij dat het een lotterij is? Oké, maar als we het naam en het adres van die nagenaar van die land erover hebben, wie zegt dat dat dezelfde was die achter dat stuur zat? Dubbelchecken, hè? Terwijl dat ja, de Ali zijn vader checkt voor de nummerplaat, dan ga ik even de Laurent Perret opbellen om te vragen wie er in de auto zat. Heb jij nog die gsm met een boot? Ja, maar die batterij is al even plat. Ga die gewoon zomaar opbellen? Geef dan gewoon weg de gsm en een dit zijn baskabouter hier. Oh, de Vincent. Ja. Ja. Eens kijken. Ja, de baskabouw is precies toch wel heel gegeten in de dierenbas, hè? Zeer gemiste oproepen. Ik zie hoeveel berichten. Maar nee, dat is toch wel een zielig kakleier dat die gast. Ja, mevrouw? En? Hij zit nu thuis. Thuis? Ja, hij is nu... Ja, oké, hou me op de hoogte. Wij zitten kutnieuw in de miserie, rustig, man. Rustig, jongen, rustig. Wat had die klojo te zeggen? Die klojo wilde weten wie dat ofwel vriendje was, voordat we mee meegereden zijn. En? Wat en? Ik ken ik die toch niet, wat kost ik zeggen? Ik ken hem godverdomme zelf niet. Allee, dat is toch. Dus je hebt niks gezegd? Wie was die persoon? Ik ken die niet. Ik ken die echt niet. Wrong answer, Laurent. Prettige dag, Laurent. Nee, luister. Echt, ik zweer het, ik ken die niet. De J.J. kent die. Hij heeft die aan ons voorgesteld vanavond. Echt waar. Vertel, draai links of rechts. Ik wil alles weten tot in detail. Alles, ik luister. Oké, luister. We zaten met z'n allen in Central Park. Ja, wij zitten er altijd. Er komen veel grieten. Dat is echt ons stamkot. Maar die een dag, ja, ik weet nu dat het komt, maar er zat niet veel volk. En eigenlijk allemaal mannen, want we hebben nog gezegd, het zit hier vol met pieten, het wordt hier een echt pietenfestijn. Ja, zwart. We zijn dan nogal redelijk ontzuipen geweest. Ja, je kent dat wel, van die sterke, van die shotjes. Er zat ook een man, die zat om de bar, helemaal alleen. En dan op een gegeven moment is de JJ's in een B52 uit en gaat hij naar het wc om nog een lijn te leggen. En ja... Ik denk dat je man dan kort erachter ook naar het wc is gemoeten, want ja, op een gegeven moment was hij toch weg. En de JJ, die bleef eigenlijk een hele tijd weg, want we dachten nog dat hij opgesloten zat of zo. Zwart. De moment dat een Boots wil gaan kijken waar dat een JJ blijft, komt hij juist buiten van het wc met die man. En hij stelde die voor als zijn nieuwe beste maat. Die was wel vriendelijk, maar nogal het zwijgzame type. Je wist niet goed wat hij dan had. Die heeft ons aan een rondje getrakteerd, allemaal een whisky. Jameson. Ja, zonder ijs, want hij zei... met ijs, dat is al seks, met het licht uit. Heb je dat letterlijk zo gezegd? Ja. Dat heet hij... Vertel nog verder, vertel alles. Ja. Jongen, wat kost ik doen? Zwijgen misschien, hè? Zwijgen, makker. Van welke planeet kom je eigenlijk? Wat zijn er nou eigenlijk van plan? Van de flikken gewoon, of wat? Ja. Naar de flikken gaan en dan in geuren en kleuren uitleggen waar wij allemaal hebben uitgestoken. Breken denkt die snel, man. Natuurlijk gaan we niet naar de flikken. We gaan die kerel van hetzelfde laken een broek geven. Dat gaan wij doen. Hé, dat hoort? Wij. Hé, Breken. Wij. Gaast. Dat is een professional. Die is ziek in een kop. Die is gestoord. Een broer van een neuktikkel of niet, die gast die moet ook zijn gat afvegen als hij hem is gewoon kakken. Jongen, ja, maar... Niks te maren. Die gast die wou informatie over mijn vriend, hè? Dat is wat dat hem vroeg, ja. Perfect. Ik heb een plan. Luistert goed. Ja. Maar over wat heet het nou eigenlijk? Is dat iets van wat de Laurent heeft verteld? Is dat iets van die vijfde man, of wat? Tommy, wat gaat dat doen? Wat gaat dat doen, Tommy? Is er nou wat verdomme gedaan? Ik leg aan straks, Juri, straks. jongens zijn keihard te pakken. Je mocht ver al lopen, maar krijg er niet te pakken. Wie zijn gollen? Overweert het. Overweert het, Tommy. Bombay Gin. De beste die er is, Bombay Gin. Er is niks beters om mijn hersenen te laten slapen. Niks beters. Moet je een beetje nemen? Nee, bedankt. Die vijfde man. Saïd is hem. Saïd is hem? Ja, dat is een bijnaam. Ik heb die dan nog gegeven aan hem, aan die woorden. Wat een naam. Inderdaad. Je kunt hem eigenlijk beter Saïd Carnaval noemen. Ah, ja. En hoe weet jij dat die NSM Carnaval mee in die auto zat tijdens de verkrachting? Toen een slagzin die Laurent Perret gezegd. Hij heeft iets gezegd dat hij altijd zegt, een slagzin die hij altijd gebruikt. En dat is Jameson whisky met aas. Dat is zoals seks met licht uit. Op een telefoon tijdens dat gesprek, of hè? Inderdaad, ja. Hey, daar ga ik ook nog een baan om dan. Ja, ik ga het ook een baan om, zeker. Allee, de welke dan? Zeg dat dan? Mijn baan om was... Hé, die zijn die voers en Dutsen die belt? Ja, in de Justine auto was hem ook al aan het af. Wacht uit, het is Laurent Perret. Laurent Perret, die LF. Hallo? Het is hier Laurent. Ik hoop dat je een goede reden hebt om mij te bellen nu en mij te sturen. Ja, sorry, maar... Je hebt er juist gezegd dat je eventueel mijn straf kon verminderen als ik u informatie kon geven over die vijfde man. Ja, dat was de strijks. Ja, wel, maar ik heb dus... Met J.J.? Misschien wel, als ik goed gezien ben. Is dat echt zo? Dus hij neemt die mee. Oké, dat is goed, ik zal er zijn. Laurent Perret en Jean-Jacques, veronderstel ik? Ja, en u ja, bent... inderdaad, ja. Maar het is J.J. J.J. voor de vrienden. Waar is je camera voor? It's a great time to make your family movie stars. Waar dient een camera aan? Om te filmen, hè. Goed, Laurent, goed. En waar is jullie vijfde man? Die gaat een beetje later zijn. Een beetje later? Ja, een beetje later. Chic volk, zeg. Ja, maar hij komt zeker. Gast. Jullie houden toch van slaven, of niet? We zitten nu aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunst. Dus ik denk wel dat we wat cultuur kunnen gaan opslaven. Nee? Jean-Jacques? Het is J.J. Wacht. Was J.J. niet voor vrienden? Sinds wanneer zijn wij vrienden? Heb je al een documentaire gezien van National Geographic? Waar een naap vriend wordt met iemand door zijn zus te verkrachten. En je zou meer respect moeten hebben voor ouders. Meer respect hebben voor ouders die aan zo'n voze naam gegeven. Jean-Jacques, ik denk dat ze helderziend waren. Die wisten dat dat zo'n stomme, voze, achterlijke, debiele mul zou zijn. Zoals ga, Jean-Jacques. Waarom kijkt Ramazon, Jean-Jacques? Geloof je niet in helderziend uit, of wat? Hm? Die gaat verliefd op mij geworden of zo. Hm? Kom, we zullen even gaan naar die galerij achter. Snorven jullie die bullshit? Snorven jullie die? Dat is toch brol zeker? Dat is toch niks? Dat is toch geen kunst? Ze hangen tegenwoordig alles aan muren. Hè? Is het niet waar soms? Dat is toch waar zeker? Dat is toch geen kunst? Dat is brol. Allee, vroeger had tenminste nog Michelangelo, Rubens en zo. Die konden tenminste kleuren mengen. Hier zie je niks aan. Wat is dat nou voor je? Dat is gewoon een zatlap die gekotst heeft op een doek. Ik zie niks aan als een opsla. Ik vind dat rood nogthans niet mis. Ja, nou, vitaliteit misschien, no. Ik heb genoeg gecijferd. Waar is de vaderman? Die komt. Hij is op komst. Ik ging bellen als ze maar was. Bellen? Zij, het is in bellen. Meestal als die bellen is van slecht nieuws. Volgens mij belt hij niet. Wat zegt hij? Hoeveel geld heb je gekregen voor Dorien te verkrachten? Maar waar heeft hij het over? Dan weet ik het. Okay. Over niks en perieke. Die is hier gewoon wel verwarring aan het zaaien. Verwarring aan het zaaien? Verwarring aan het zaaien? Jij hebt geld gekregen, Jean-Jacques. En jij hebt niet willen delen met haar vriendjes. Het is J.J. en dat is bullshit. Heb jij geld gekregen of wat? Heb je kerel al geld gegeven om... Jij hebt wel keilang op die wc gezeten. Dat is fucking bullshit, nee, Laurent. Bullshit. Oh, man, alsjeblieft, luister er toch niet in. Dat is bullshit, die probeert ons gewoon wat tegen elkaar op te zetten. Ik was een lijn aan het leggen, oké? Okay? En die een bril was vuil, dus ik moest dat opkaatsen. Hè? Er was een of andere gore smeerlap op geweest. Hé, hey, Sava, man. Sava. Die is gewoon het zijn nek aan het lullen hier, hè? Als er geen opperluller hier is, dan zit er raar, Jean-Jacques. Laurent, doe niet onnozele gast. Is dat waar? Is dat waar of wat? Heb jij geld gekregen om iemand te verkrachten? Man, jij hebt ons er allemaal in geluisterd. Weet je dat? Jij hebt ons allemaal meegedaan hiernaar. Ik zal het straks allemaal wel laten. Kom al, dan nu, gast, kom al. Blijf filmen, jullie, blijf filmen. Dat was een actiefilm. We zijn allemaal met dat spel. Wees er niet aan de gast? Wat een man lopen, waar je naartoe gaat, krijg hem toch te pakken. Heb je gezien? Prier. Heb je gezien al man? Hij wil laten vallen. Is toch lief van hem? Wat zijn jullie plan? Hè? Wat is dat plan? Hier, maar hier lokken en dan neersteken met een patattenschil neersteken. Hè? Is dat plan? Is toch een plan B, hè? Is toch een plan B, hè? Of een plan C? Ik kan dat niet zijn. En ik wou een strafvermindering geven. Ik wou echt strafvermindering geven. Niet aan de dag. Maar je ziet dat, hè, Juri. Je ziet dat, Juri. Je geeft een vinger. Een vinger, hè. Een vinger geeft er gewoon. En die pakt er gewoon heel aan haar af, hè. Ja, dat is altijd zo, hè. Stop. Stop. Stoppen. Stoppen. Is het juist begonnen? Het is juist begonnen. Mijn zuster verkracht en men probeert neer te steken. Staan blijft. Ik denk dat... Zo'n gastje. Hé, hey, zie je dit? Hé? Ja! Ik heb hier niets met de woorden van het J.J. Fuck J.J. Fuck J.J. Ik zeg het altijd, hè. Leef de nachtwinkels en in plastic zakjes. Leven is leven. Dat is het dus. Dit is J.J. Ik heb er niets met de man. Fuck J.J. Is maar een zakje. Stop daar. Is het precies al wat ik vind geleerd? Is toch in zakken te plannen? Waarin de kijk daarna gaan neersteken? Hé, madame. Don't worry, madame. Don't worry. Het is de performance. Het is direct weg. Excuus. We zijn er 16 in. Ik zou zeggen, een goeie dag, hè, maat! bepaalde handelingen. Hey, Laurent! Tot een taxi! Oh my god, wat? Je hebt daar een gordel niet aan, voezen. Ik ben echt wel curieus hoe dat jij aan gaat doebellen in allerijl. Wat doe jij met een bureau? En wat doe jij met een gangster op café? Waarover heb jij het? Wat doe jij samen aan één tafeltje met een gangster? Saïd SM. In een café, vader, met een koffertje, daarover heb ik het. Ik heb het over deze. Omdat die kerel mij betaalt om een job te doen, oké? Okay? Want er klopt hier echt niet. Ik heb er geld van geleend. Geld? Geld, ja. Ik ook. Ik ben er verdomd goed in ook. Behalve die ene keer dat we pech hadden. We? Wie hebt er dan nog meer van die gokschulden? De vaders van uw vrienden Jean-Jacques, van Butch, Laurel en Vincent. En dus jij hebt met die Saïd afgesproken om die schuld te betalen. Dat was dan dat koffertje, of wat? Ja, dat was al een voorschot. We dachten dat we te laat waren met betalen. Totdat de vader van Vincent me er straks vertelde wat er met zijn zoon was gebeurd op dat kerkhof en met die Boots. Kunnen jij die wakker op een of andere manier bereiken? Ja, ja, ik denk van wel. Voor waar? Huh? J.J.? Hé hey, Tommy, het is een J.J. die je belt. Ja, best. Want die gsm kan elk moment stilvallen. Waar en wanneer? Perfect. Waar belde je voor? Die heeft echt wel lief eigenlijk. Hè? Voor de climax van haar film. Climax? Belt even naar de Ali. Dus van hieruit regelen ze al hun zokjes? Inderdaad, dat zijn van hun werkhuizen. Ziet, dat pretenkt toch nog altijd niet zo indrukwekkend uit. Dat moet normaal laken, dat mag niet te veel opvallen. Hè? En er is niemand die dat ons in toog houdt. We mogen zeker zijn dat er iemand ons in toog houdt en dat ze al onze bewegingen heel strikt navolgen. Dan zien we dat we daar hebben, als een J.J. Goedemorgen, heren. Ik ben de vader van J.J. Ben je al gezien? Wat bedoelt u? Niks. Ik ben degene die J.J. naar u heeft laten bellen om naar hier te komen. Dat we die vervelende situatie kunnen uitklaren en achter ons laten. Definitief. Dat is zo geweldig van haar. Wat precies verwacht. the money, huh? No camera. Geen camera blijft aan. Als je niet content bent, dan doe dat smoelen, oké? De bill. Geen camera. She's the daughter of Milo Rojas. Who is Milo Rojas? Oh, Milo Rojas, who is acquaintance to kings and prime ministers and has big business all over the world. The same. Ik kon haar niet helpen. Jij! Zij heeft zelfmoord gepleegd, Tony. Jelena dood? Dat kan niet. Ja, Jelena dood. Jelena bestaat niet meer. Jelena is weg. Weg. Dood! En dat is uw schuld! Uw schuld, Tony! Dat is uw schuld! Ze wilde niks! Ze wilde alleen Tommy terug! Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog, Tommy? Please, listen. You always get what you want. If you can't buy it, you wheedle your way. If it's not money, it's charm. If a charm doesn't work, you decide to faint. You know what you are? You're spoiled. All right. They won't bother you anymore. The guided tour is over. You're darn right. Now let's get out of here before we're both sorry. I'll take you back to your hotel. Je schuld, Tony. Je schuld. Maar waarom? Ik wilde graag dat je die onmacht voelt. De onmacht voelde die ik toen gevoeld had toen ik Jelena zag. Ik kon Jelena niet helpen. Jij kon het wel doen. Meneer de Smit had ons nog grote som geld. Niet waar, Mr. Smit? Ja, 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 ja. Met een klein zetje had ik twee vliegen in één klap, Tommy. Alex? Wat is fucking geluid? Alex! Politie! 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 Iedereen aan de kant! Sorry Tommy, ik heb echt niet meer kunnen doen. Dat is meer dan genoeg. Meer dan genoeg.